We zijn nog intern daarmee bezig. Kijk, aan de ene kant kan je zeggen, er is nog geen oplossing in het energietarief kwestie. Dus, aan de ene kant kan je zeggen van, luister, het is opgelost na dit gesprek en jongens, we pakken de draad weer op. Je moet dan zo'n beetje een stok achter de deur houden. En dat is de benadering die wij op nahouden tot op dit moment. Maar laat me zo zeggen, we zijn nog even intern bezig om het verder te bediscussiëren. Dus laten we beginnen met de vergadering gistermiddag. U bent geweest. Hoe was de sfeer gistermiddag? Ja, hoe was de sfeer? In elk geval zakelijk. Zakelijk vanuit beide kanten. Laat me het zo formuleren. Maar toch wel geen situatie waarbij over en weer aanvallen werden geopend. Nee, het is gewoon je zakelijke benadering wat betreft een issue. Oké, er zijn beslissingen genomen. De president heeft aangegeven dat de kostprijsberekening verder uitgewerkt moet worden. En daarvoor zijn er dus ook leden aangewezen door Afaksuur en ook vanuit de kant van de regering. Waren de bonden tevreden met wat er allemaal is besloten? Nou, in alle gevallen, men is natuurlijk meegegaan. Kijk, iedereen wil naar een oplossing gaan. Hè? Iedereen wil een oplossing hebben. En als dat op het ogenblik de manier is om de zaken te bespreken, dan lijkt het me toch wel dat ze daaraan meewerken. Want laat het zo, dan blijft het hangen en dan komt er straks misschien dan weer een verhoging. Maar wanneer beide commissies met elkaar zullen praten, zullen gedachten wisseling komen. Cijfers zullen over en weer worden, informatie zal worden, dus over en weer worden afgegeven. Zaken zullen worden bediscussieerd en misschien zullen dus wel een voorstel worden gedaan van hoe kan dat anders die subsidie afschaffen, hoe kan dat anders worden uitgevoerd? Dat alles kan eruit rollen. Oké. En de instructies vanuit de VALS naar de leerkrachten toe is nog een beetje onduidelijk. Ik begrijp dat er nog een bespreking moet volgen. Maar wat zijn de duidelijke instructies vanuit de VALS op dit moment? Dus ik kan dus nog geen uitspraak daarover doen. We zijn nog even intern bezig daarmee. Oké, maar ik kan nu echt nog geen uitspraak over doen. Morgen is er dus normaal school. Zou je dat kunnen aangeven of niet? Ik ga liever nog geen uitspraak daarover doen.